Voor ons is dit zeker een schatkamer, ja. Voordat hier straks woningen komen, zijn archeologen op zoek naar hoe het er vroeger was. Op de hoek van het Spui en de Gedempte Gracht zijn zij al bijzondere objecten tegengekomen. Een rosmolen is een molen die aangedreven wordt door paarden. Ros is een ander woord voor paard. De paarden die brengen die stenen in beweging en allerlei materiaal wordt geplet. In dit geval is dat kalksteen en is dat schelpenzand. Deze glaszegel is afkomstig uit een beerput, dat is een afvalput uit de 18e eeuw en was onderdeel van een wijnfles. En aangezien op deze glaszegel de Hollandse leeuw staat, heb ik het vermoeden dat het waarschijnlijk een bestelling is geweest van Staten van Holland. Zeg maar de toenmalige regering. Wat maakt deze vondst zo bijzonder hier? Nou, het is voor het eerst dat we een rosmolen eigenlijk vinden in de stad. Er wordt niet zo vaak vlakbij het onder de rook eigenlijk van het stadhuis gebouwd. Dus voor ons is dit zeker een schatkamer, ja. Opgravingen zoals deze wil de gemeente Den Haag beter in kaart brengen en beter op de kaart zetten. Dat staat in de nieuwe plannen voor het Haagse erfgoed, waar wethouder Robert van Asten afgelopen woensdag over sprak op Den Haag FM. Met deze erfgoedvisie pakken we het eigenlijk op om de verhalen op te gaan halen. Dus we gaan echt themajaren hebben dat we gewoon gaan starten in een stadsdeel om ervoor te zorgen, oké, wat zijn de verhalen van mensen die hier al hun voorouders al hebben wonen. Wij willen dus eigenlijk een soort van puzzel van Den Haag. Ongeschreven geschiedenis willen we dus eigenlijk in beeld brengen en daar iets over vertellen. Dat is eigenlijk de kerntaak van onze archeologen. De archeologen hebben nog even de tijd om verder te zoeken voordat de nieuwe bouw begint. We gaan natuurlijk dieper, want deze funderingen worden straks gesloopt. En dan gaan we dieper en dan komen we minder funderingen tegen, maar meer houten palen en vlechtwerk. Misschien een gegraven slootje voor ontwatering, afwatering.